Dit is de eerste vierkante meter. Die hangt nu een beetje op ooghoogte. Dan komt straks de tweede vierkante meter naast en dan schuiven we dit omhoog. En dan komt er nog zo'n 40 centimeter aan tekenpapier onder. Maar eerst moet Henk nog honderden uren tekenen. Hij doet dat 2 middagen in de week in het Hampshire Hotel. Alle details uit de Zutphense straten stellen zijn geduld flink op de proef. Een doorsneeboompje zoals hier en ook op dat andere vel wat we gezien hebben. Beter gauw, nou, om hem helemaal in kleur en in diepte te krijgen, beter wel een weekje verder op zo'n boompje. Dat schiet niet echt op, maar dat maakt niet uit. Je ziet toch, de mate die je bezig bent, de vorderingen wel. Even leek het erop dat hij dit precisiewerk nooit meer zou kunnen doen. Sinds zijn geboorte is Henk aan zijn linkeroog vrijwel blind. Tot zijn grote schrik kreeg hij in 2005 trombose in zijn andere, goede oog. Ja, een soort vlek rechts in je bovenoog, in je oog, dat je dus even minder dingen ziet. Dat je meer onder de dom moet kijken. Zo. Dus dat is meer inspannend, vermoeiender. Je kunt er ook niet al te lang mee tekenen, maar je kunt er wel mee tekenen. En ik moet zeggen, het gaat fantastisch. Zijn passie voor tekenen, maar ook de liefde voor de stad, komen in dit project samen. En het roept allerlei herinneringen op. Ja, je komt ook allerlei plekken tegen waar je natuurlijk dingen mee hebt gemaakt als kind. Ook als volwassene natuurlijk, maar met name uit je jeugd. Bijvoorbeeld aan het Kerkstraatje. Op de tekening misschien niet zeggend, maar voor Henk een bijzondere plek. Daar ontmoette ik mijn eerste vriendin, die was een jaar of 13. Toen we hier doorheen liepen en toen we elkaar tegenkwamen. Daarom vergeet ik zo'n steegje ook nooit meer. Het blijft allemaal altijd een beetje bij je hangen. En wie goed zoekt, kan sommige van die herinneringen straks terugvinden in zijn tekeningen.